Er is een tijd van komen en soms, eens, ooit, misschien, zo nu en dan en op een gegeven moment een tijd van gaan. En de tijd van gaan is op 16 december eindelijk gekomen voor de Foxtrot, de onderzeeboot die sinds 2002 in de Amsterdamse NDSM-haven lag. De gemeente Amsterdam zat jarenlang met de in 1956 gebouwde Sovjet-onderzeeboot in haar maag. Ze werd in 2002 door ondernemers met grootse plannen naar Amsterdam gehaald. Daarna had ze een Amerikaanse en een Turkse eigenaar. Niemand deed er iets mee. Intussen begon de boot, waarin 1500 kilo asbest zit, door te roesten en dreigde te zinken. De gemeente probeerde begin dit jaar de Belgische scheepsloper de Schepper United aansprakelijk te stellen, maar volgens Belgisch recht is die geen eigenaar. Dus besloot de gemeente de sloop voorlopig zelf maar te betalen. De Foxtrot werd door bergingsbedrijf Hebo naar het Vlaardingse sloopbedrijf Struik gebracht. Met asbest vervuild staal zal in een nog te bouwen fabriek in de Eemshaven op een veilige manier gerecycled worden.